close? Dan nu de uitslag van nummer 1, de jonge aan. Het is een merrie met een mooi front. Hals daar is goed geplaatst. Heldere oog, iets lang hoofd. Voldoende aansluiting zou iets bespieren, met name meer bespiering mogen hebben over in de bovenlijn. Ook wat smal in de lendenpartij. Beenwerken is hard en kwaliteitsvol. Goede hoeven, zou iets minder krom en ook het voorbeen zou iets correcter mogen. Stap is enigszins aan de korte kant, zou iets ook meer mogen doortreden vanuit het achterbeen. Draf heeft hij zich opgewaardeerd, mooie houding. Voldoende ruim het voorbeen, voldoende ook actief in het achterbeen, zou iets meer souplesse mogen tonen, meer over de rug mogen draven, maar wel een mooie manier van takmatige manier. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. En die premie heeft ze met name verdiend ook door de goede manier van draven. Nummer 1. Is going up in the studbook. With a third premium.
Nummer 2, de uitslag. De 7-jarige Jesse Mary. Het is een Mary met een mooi sprekend hoofd. Mooie voorhand. Iets is mogelijk iets zwaar, bespierd. Voldoende in de bovenlijn. Mooi kwaliteitsvol beenwerk, hard beenwerk. Zou iets met de krom mogen. In beweging zou het duidelijk wat meer ruimte en meer zweefmoment willen zien. Wel actief in een stap, maar ook mist hij daar de ruimte. En in draf wel een hele actieve manier van bewegen. Maar zou duidelijk wat meer souplesse en meer zweefmoment mogen laten zien. Vanwege de goede rastypische uitdrukking hebben we gemeend deze Mary vandaag een derde premie te geven, maar voorlopig sterk te verklaren. En dan kan ze mogelijk zich bewijzen in een test. Nummer 2 is today a third premium and professional star. Hey.
Dan de uitslag van nummer 3, de 4-jarige merrie van Maaien. Het is een merrie met voldoende front. Hals zou iets langer mogen. Wel een goede bovenlijn, sterke bovenlijn. Met ruim gemiddelde in de verhoudingen. Beenwerk is kwaliteitsvol, maar kan correcter in het voorbeen, ook in de hoeven. Stap is actief en in ontspanning met voldoende takzuiverheid. Draf heeft hij wel actief in zijn achterbeen, maar we zouden duidelijk wat meer zweepmoment en wat meer ruggebruik willen zien in de draf. Zij krijgt vandaag een derde premie en dat heeft ze met name verdiend door haar goede bouw en ook de goede stap die ze later heeft laten zien. Number 3 becomes today a third premium. Thank you.
Dan de uitslag van nummer 6. Nummer 4, dus de 6-jarige Mary. Zou ietsjes, heeft wel een mooi helder oog. Zou ietsjes sprekender in zijn hoofd mogen. Ook wat langer in de hals en de nekpartij. Wel een sterke bovenlijn. En met voldoende kruislegging. Beenwerk is kwaliteitsvol. Toch in het achterbeen zou je liever dat het ietsjes minder krom zou zijn. En ook in het voorbeen kan deze Mary correcter. Stap is heel ruim en krachtig, met een goede regelmaat. In het draf heeft hij heel veel actie. Goede, takmatige manier van draven zou er wat meer souplesse en wat meer schakelend vermogen willen laten zien. Deze Mary krijgt geen uitnodiging voor een tweede beoordeling. We missen met name dan ook de correctheid in het voorbeen. En zou iets meer de gedragenheid in het draf mogen laten zien. Number 4 has no invitation for a second view. Goed zo.
Asje. Kijk maar. Nummer 5, royale merrie, sterk gebouwde merrie, met ruim voldoende rasuitdrukking, mooie verticale geplaatste hals, sterke bovenlijn, goede aansluitingen, goede ontwikkelde hoeven. Stap is in ontspanning, is hij toch voldoende regelmaat en ook voldoende ruimte. In het draf heeft hij een mooi sterk achterbeen laten zien met mooie houding. En voldoende ruimte ook. Deze merrie krijgt vandaag een eerste premie. En wordt uitgenodigd uiteraard voor de tweede bezichtiging. Tweede beoordeling. Nummer 5. Has got a first premium. And is invited for a second opinion. Second view.
Dan de uitslag van nummer 6. De 4-jarige Mary van Reinder. Dit is een Mary die ruim voldoende gebouwd is. Zou wat bespierder in de bovenlijn mogen, met name in de lendenpartij. Zou voldoende kwaliteitsvol in het beenwerk. Het voorbeen kan toch iets correcter, met name in de bewegingsafloop. Stap is wel actief, zou iets meer ruimend mogen in het voorbeen. Draf heeft die ruimte laten zien met een goed gebruik van het achterbeen. Zou iets meer gedragenheid mogen tonen. Deze Mary wordt vandaag krijgt vandaag geen premie, wordt niet uitgenodigd voor een verdere beoordeling. Dan zou het toch duidelijk iets meer correcter in het voorbeen mogen en iets meer rasuitdrukking willen zien. This mare has not invited for the second view. Nummer 7, de 4-jarige Mary, toont heel veel front, mooie verticaal geplaatste hals. In de bovenlijn kan die duidelijk wat geslotener zijn en wel een mooi lang, maar enigszins hellend kruis. Ook mooi lang voorbeen, waardoor de romprichting horizontaal is. Goed ontwikkelde hoeven en ook kwaliteitsvol in het beenwerk. Zou het achterbeen iets minder krom mogen. Stap is actief en ruim. En in draf heeft hij mooie technieken laten zien met een mooi ruim het voorbeen. Het achterbeen zou iets meer mogen doortreden en enigszins meer over de rug kunnen lopen. Met name
krijgt vandaag geen uitnodiging voor een tweede beoordeling, dan zouden we duidelijk wat geslotener in de bouw willen zien. En ook iets meer rasuitdrukking. Nummer 7 is not invited for a second view. Dan nummer 8, zoals ik al zei, het is een 16-jarige Mary. En dan kijken we ook naar de duurzaamheid. Nou, de duurzaamheid die laat ze zeker zien in de sterke bouw, in de goede bovenlijn. Ook in voldoende hardheid in het beenwerk. Zou toch iets correcter in het voorbeen mogen. Stap is ruim en krachtig. En draf heeft hij een mooie techniek laten zien. Zou iets opwaartser in zijn draf mogen. Paard heeft ook ruim voldoende rasuitdrukking. Heeft een sprekend hoofd. Deze paard krijgt vandaag een eerste premie. En daarmee een uitnodiging voor een tweede bezetting. En dan heeft hij met name gediend door zijn sterke bovenlijn. En de hele actieve en ruime stap. Nummer 8. Has got the first premium and invited for a second view.
Nummer 9, de 14-jarige Beard Mary. Het is een Mary met een ruim voldoende rasuitdrukking. Heeft een goede bouw, sterke bovenlijn en toont ook nog heel veel jeugd, ondanks haar leeftijd. Kwaliteitsvol beenwerk. Zou ietsjes correcter in stand in het achterbeen mogen. Stap is goede regelmaat, actief, voldoende ruimte. En ook in het draf heeft hij goede technieken laten zien. Met voldoende ruimte ook, ruim voldoende ruimte. Zou iets opwaartser en gedragener mogen draven. Maar mede door zijn duurzaamheid, zowel in beweging als in de bouw, krijgt deze Mary vandaag een eerste premie. Nummer 9. A first premium and invited for a second view. Ik ben wel even een steekje trof. Thank you.
En dan de uitslag van nummer 10. Deze driejarige hengst. Hengst is vermaat. Heel veel rasuitdrukking met een goed geplaatste verticale hals. Ook voldoende lengte. Zou ietsjes sterker in de bovenlijn mogen. De schoft zou duidelijk is wel een hoog ontwikkelde schoft, maar zou wat meer mogen doorlopen. Zou iets breder en bespierder in de lendenpartij mogen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Zou iets correcter in het achterbeen mogen. Deze hengst heeft zich opgewaardeerd in stap met heel veel afdruk. En in het draf, met name in het draf, heel ruimend voorbeen met veel houding. Heel veel souplesse. Schakelt ook makkelijk door naar de middendraf met heel veel kracht in het achterbeen. En mede door zijn rasuitdrukking en zijn uitstekende draf wordt het een ster verklaard. Nummer 10 has declared start today. Because of the good racial type and excellent trot. Nummer 5, de vijfjarige van Mary van Wilster. Het blijft een royale Mary, sterk gebouwd. Wordt vandaag niet voorlopig kroon verklaard. We zouden met name dan toch duidelijk iets meer ruimte in de draf willen zien. En met name in de beweging willen zien. En met name in de draf zou je toch wat meer ruggebruik en souplesse kunnen tonen. Om voor het kroonschap in aanmerking te komen. En dit paard wordt ook niet gecompenseerd door een test of een IBOP resultaat. Nummer 5.
no professional crown today. En dan de tweede beoordeling van nummer 8. De 16-jarige Mary van Beert. En uit een Nikkele moeder. En we bekijken of deze Mary ook kroon kan worden verklaard. Nummer 8, de 16-jarige Mary, valt toch weer op door zijn sterke bovenlijn, ondanks de 16 jaar. En ook de hardheid in het beenwerk. En ook genieten we steeds weer van zijn ruime stap. Heel veel jongere soortgenoten die kunnen daar nog van naar kijken, zou ik zeggen. In de draf heeft hij wel een goede techniek laten zien, maar mag duidelijk iets opwaartser, iets meer gedragenheid tonen. Deze Mary wordt vandaag niet kroonverklaard, dan zouden we toch met name in het voorbeen toch iets correcter mogen. Met name de weeggekoodheid speelt toch wel een sterke rol en ook de halslengte mist hij toch iets. Maar we hebben van deze Mary genoten, met name door zijn stap. En ook, kan ik zeggen, heeft weliswaar 78 punten behaald in de ABFP-test. Maar het is niet toereikend om voor kroonverklaring in aanmerking te kunnen komen. Nummer 8, no crown today.
Nummer 9. De 14-jarige Mary. Het is een Mary die best iets meer rasuitstraling zou mogen hebben. Zou met name ook in de halsstand kwaliteitsvol in het beenwerk. Stap is ruim, krachtig en goed door het lichaam. Draf heeft hij techniek laten zien met een goed krachtig achterbeen. Zou weliswaar iets maar opwaartser mogen draven. Maar mede door zijn jeugduitstraling. En dat vertaalt zich in het cijfer van de bouw en een hele goede stap. Wat deze Mary voorlopig kroon verklaart. Gefeliciteerd. Nummer 9 is today pre-primary crown today.